Ja, we zijn het eigenlijk gaan doen omdat er heel veel behoefte aan is om spullen te hergebruiken. In het kader van de duurzaamheid natuurlijk. En er zijn heel veel tweedehandswinkels. En er zijn ook een hele hoop repaircafés inmiddels al in, eigenlijk in heel Nederland. Wat brengen de mensen zoal in? Heel divers. Van broodroosters, koffiezetapparaten, melkopschuimers, platenspelers, een klokje, alles. Ook stofzuigers worden regelmatig ingebracht. De vrijwilligers kijken dan wat het probleem is en of deze nog te repareren is. Dit was eigenlijk niet zoveel. Een kwestie van een slecht contactje, even schoonspuiten. Waarschijnlijk gewoon een stukje stof of wat dan ook geweest. En hij doet het wel dus. Fluitje van de cent. Ja. Wat deze kost heeft, 98 euro. Nou ja, goed, hij is 5 jaar oud. Maar het is altijd te proberen om het te maken. Nou, Martin heeft hem dus gemaakt. Ben ik heel blij mee. En doe je vrijwillige bijdrage in de pot. En dan kunnen we verder. Het is hier super gezellig altijd. Dus, en het loopt aardig. De vrijwilligers hebben verschillende vaardigheden. Er zijn wat mensen die wat meer behendig zijn met het grovere spul. Hè? Een boormachine, een slijptol, een stofzuiger. Je hebt mensen die zijn heel handig in juist hele fijne gebeuren. Hè? Dus hele kleine printplaatjes of dat soort dingen. Ja, eigenlijk was het een beetje afwachten waar de mensen zelf ook mee kwamen. En aan de hand daarvan maken wij dan de indeling wie wat gaat doen als er iets aangeboden wordt. Mensen moeten zich wel vooraf melden dan? Nee, ze hoeven zich niet van tevoren te melden. We maken wat reclame via de social media en via de kranten. We zeggen wel altijd van, bel van tevoren even als je iets wilt weten. Want bijvoorbeeld tv's repareren we bijvoorbeeld niet, fietsen repareren we niet. Er zijn eigenlijk geen kosten aan verbonden. We vragen altijd een vrijwillige bijdrage. En dat mag een euro zijn, dat mag 50 cent zijn. Sommige mensen zijn heel blij dat iets gemaakt wordt, die geven 10 euro. Als je kijkt hoe blij mensen zijn als ze met iets naar huis gaan. Meestal gerepareerd, soms niet, maar wel de tip waarom het niet is gerepareerd of waar ze anders terecht kunnen. En het wordt niet weggegooid. En dat is natuurlijk het doel van deze club. En de mensen zijn ook blij dat ze met elkaar een leuke ochtend hebben en nuttig zijn.